Een hele goede morgen, welkom bij deze nieuwe video. Ik dacht, ik start onze vlog vandaag gewoon met onze GoPro-camera. Het is vandaag opnieuw weer een werkendag. Jeno is momenteel beneden in ons koffie-nastage. Ik was boven bij Jules. Die is zomaar nog maar net, eigenlijk wakker. Ik was boven eerst ook nog aan het afkolven. Maar het is intussen allemaal in orde. En intussen dan is Jules wakker geworden. Hé, hey, mijn liefste liefje, liefje. Hallo. Pie. Ja. Hallo. Moet jij iets vertellen? Hè? Ik zie hier een heel mooi berichtje. Always smiling. Want jij bent altijd aan het lachen. Je bent een hele vrolijke baby, hè? Moet je iets zeggen? Hallo? Moet je zeggen hallo? Doe allemaal de duimpjes omhoog. En abonneer op ons YouTube-kanaal als je nog altijd niet geabonneerd bent. Kijk, ik kan aan mijn voeten. Hey. Poedoe. Poedoe. Hoe lig je hier nu trouwens, Kapoenie? Hè? Lekker te chillen. Benen in de lucht. Ja. Oh. Ben je zo excited met de witje aan het shotten? Kapintje toch. Ben je nu boos? Ben je boos? Nee, want je lacht. Je bent slecht boos hoor. Ja. Hoe vond je het gisteren? Vond je het gisteren leuk zwemmen? Ja, vond je het leuk zwemmen? Heel leuk? Heel leuk. Het zijn nog maar de laatste dagen. En dan gaan wij alweer op vakantie. Dus nog maar een paar dagjes werken. En dan kunnen we weer gewoon genieten met ons gezinnetje. Hé? Dat is leuk, hè? We gaan naar Spanje. Allee, allee, allee. We gaan naar Torrevieja. Waar jij geboren bent. Goed? Vind jij goed? En Boomba, die mag ook mee. Boomba! Jouw boembaatje mag ook mee. Ja, jij ook. Ja, jij mag ook mee. Goed. Ik ga je eens aankleden, hè? Want je ligt hier nog altijd in je slaapzak. Ja. Tot straks, hè. Tot straks. Dag. En ziezo, onze kleine kapoen is aangekleed. Ga eens buiten kijken. Hè? Kijk eens hier. Wauw. Dat is mooi, hè? Dat is ook hier buiten. Zeg, die trui wordt ook weer al kleine, jongen. Hij groeit zo hard. Hé, hey, wat een sture auto heb jij! Mooi hoor! Heel mooi! Kijk eens hier! Een glimlachende auto! Oh, ga je hem opstarten? Ga je zwaaien? Dag! Dag, Sjilleke! Kijk zo! Gaan we rijden? Ga je rijden met de auto? Een duimpje omhoog voor onze Jules, die op zijn 8 maanden al helemaal alleen een auto kan besturen. He? Helemaal alleen uit te rijden. Ja. Mama was aan het vloggen met de GoPro en ik nu met de Canon. Lig jij een beetje op je gemak?
Je moet eigenlijk een klein dutje doen nog eens, hè. Je hebt al een flink dutje gedaan, maar nu nog eentje, hè. En dit zit hier lekker in onze bureauruimte. Ja, hè. Heerlijk, hè. Terwijl is mama hier een beetje computerwerk aan het doen, denk ik. Yes. Wat ben je aan het doen? Naar vakantiewoning aan het bekijken. Het is niet echt computerwerk, denk ik dan. Ja, mama, inderdaad. Papa heeft trouwens iets heel leuk. We hebben een leuke invitatie gekregen. Ja. Als het allemaal door kan gaan, dan denk ik dat er iets heel erg leuk in het verschiet zit. En jij gaat het ook leuk vinden. Ja, jij gaat het ook leuk vinden. Maar ja, zover is het nog niet. Dus we kunnen er ook nog niet te veel over vertellen. Oh, dat is ook wel zo vervelend, hè. Als mensen zeggen van, we gaan iets leuks doen, er komt echt iets heel leuks aan, maar we mogen er nog niet meer over vertellen. Dat is zo, ik vind dat altijd, ja, niet vervelend. Maar in dit geval is het ook effectief zo. Er komt iets, waarschijnlijk iets leuks aan. We hebben een leuke uitnodiging gehad. Maar ik weet dus nog niet of dat het, of dat er effectief van gaat komen. Maar als het ervan komt, ja, dan... Dat gaat leuk zijn. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, ja, mensen. We hebben hier net lekker gegeten. Zoals altijd in onze zetel. Ik moet wel zeggen, ik heb wat? Afgelopen 2 weken volgens mij niks meer speciaal in huis gehaald voor nog te eten. Toch? Ik plan elke keer iets in een van de dingen die we nog in huis hebben. En onze diepvriezer en... Ze zouden bij ons kunnen komen filmen voor Don't Worry, Be Happy. Wat? Ah, maar ja. Dat je mij gewoon al weten dat je in je huis hebt, dat gewoon nog blijft. Ja. Dat niet meer naar de winkel moet. Ik vind het ook wel een keertje fijn ook om toch ook al stiltjes dan ook even wel een keer de diepvriezer en de voorraadkasten... leeg te gaan eten. Vooral nu boven ons diepvriezer, boven is het momenteel stuk, want onze Amerikaanse koelkast is momenteel uitgetrokken. Just. Omdat die heel veel lawaai maakt, dus ze hebben die helemaal leeg gemaakt. En... Ja, dus je moet nagaan, hè, wat we de afgelopen tijd allemaal kapot hebben gehad. De cv-ketel, de kassa en de ijskast. Eigenlijk allemaal op hetzelfde moment. Huh? Allee, op mijn 1 dag ertussen. Wow, ongelooflijk. En, ja. En onze koelkast, we hopen eigenlijk dat ze niet kapot is. We denken dat ze eigenlijk gewoon bevroren is in de motor. Ik heb online gelezen dat het mogelijk is dat er in de ijskast zelf, dus helemaal van binnen, dat daar na de hand lang van tijd, doordat die ook op een koele plaats staat, bij ons staat die in een gang die niet verwarmd wordt, kan dat zijn dat dus door het open en dicht doen dat daar condens komt en dat dan een beetje aanvriest. Ja, en dat zo extra continu... veel open en dicht met de flesjes van Jules natuurlijk. En dat dat zo blijft gaan, waardoor het om het duur een heel dikke blok ijs is, waardoor dat je dan om het duur die motor geen ruimte meer geeft en dat die heel hard moet draaien, het al lawaai begint te maken en zit en dat. Maakt heel veel lawaai. Ja. Als je onze video's een paar video's geleden hebt gezien, heb je het misschien wel gehoord. Ik heb dat gevlogd misschien. Ja, toen hebben we dat gehoord, ja. Ah ja, oké. Dus voilà. Dat hebben we dus nu gefixt. Nog niet helemaal. We hebben hem nu onttooid. En we gaan hem ook voor een heel lange tijd onttooien. Ja. We gaan dat nu echt... Want omdat echt wel in de... Ik denk dat in de gang, als het echt nacht wordt en het vriest buiten, dat de kans groot is dat ook... Daar is ook koud, hè. 0 of zelfs -1 wordt op de gang. Ja, wij wonen in een heel oud huis. Ik moet wel zeggen, vroeger hebben we eigenlijk dat nooit als probleem gehad. Maar eigenlijk toen openen we misschien onze ijskast 1 keer per dag of zo. Ja, want beneden hebben wij ook nog ijskasten. En ja, vooral als het dag is, dan leven wij beneden. Of dan werken wij beneden, beter gezegd. En dan nemen wij daar dingen uit de koelkast. Ik vraag mij trouwens af, als er nu Nederlandse mensen onze vlog aan het kijken zijn, weten zij waarover wij nu aan het babbelen zijn met een ijskast? Hollanders zeggen geen ijskast. Die noemen dat een koelkast. Dan zeggen, in België zeggen we beiden eigenlijk, hè. Een frigo? Weet ik niet. Denk, frigo is weer al iets dialect. Plaats die rechtjes hieronder. Wat zeg jij? Ijskast, koelkast, frigo of iets anders? Ja. Ben benieuwd. Ik ook wel eigenlijk. Ja. Ja, en ik hoop ook wel dat echt ook als probleem was ook al met onze koelkast, frigo, ijskast. Als dat niet het probleem is, dan hebben we een probleem. Dan moet de koelkast weg. Ja. Dan moeten we een nieuwe. Ik vind dat gewoon super gemakkelijk. Ik heb daar een ijsblokjesfunctie op. We hebben daar crushed ijs, gewoon blokjes, watertap en gefilterd water hebben we daar maar, ook. Maar, moeten we ook wel eerlijk zijn, hij heeft lang dienst gedaan. Hè. Hij is al langer bij ons dan dat we de zaak hebben. Dus dat is ook alweer bijna 5 jaar. En voorheen heeft hij altijd bij ons in het vorige huis gestaan. En daar heeft hij ook zeker 3-4 jaar gestaan. Nee? 3 jaar? Waar heeft hij gestaan? In de garage. Ah ja, die hebben we toen die nooit gebruikt. Die hebben we nooit, we hadden een andere ijskast. Juist, ja. Ah, dat was verkeerd. Nee, dat is een andere ijskast. Nou, we hebben die speciaal gekocht om hier eigenlijk te zetten. Ja, de ijskast die we ooit beneden hadden staan in onze bijkeuken, dat was de
ijskast hier boven. Maar wat we wel moeten bijvertellen, die ijskast hebben we niet nieuw gekocht destijds. Ja. Dat was toen ergens tweedehands op de kop getikt. Echt heel goedkoop. En dat was door mensen die hadden dat misschien 3 of 4 jaar, die koelkast. Ja. En die zeiden toen van, oh, maar eigenlijk hebben we liever een ander kleurtje. Echt waar, hè. Ja. En die mensen hebben dan voor 200 à 300 euro die koelkast verkocht. En wij hebben dat natuurlijk, ja, met veel plezier 300 euro voor betaald, ja, want daar was eigenlijk niks aan. Maar ze was natuurlijk wel al gebruikt geweest. En we weten eigenlijk niet helemaal hoe lang. Ik gok dan misschien 5 jaar. En dan zeker 5 jaar bij ons. En dan nog 1 jaartje in de gang gestaan, zoiets. Mm. Dus dat is een totaal 11 jaar. Ja, op 11 jaar tijd kan een koelkast het wel een keer begeven. Ja. Hè? Dat is waar. Ik heb online opgezocht. Een goede koelkast gaat rond de 15, 16, nee, maximum 20 jaar eigenlijk mee. Ja. Ja. We zullen zien. 10 jaar kan zijn, hè. Ja. Maar ja, zullen zien. Dus dat. Er zijn ergere dingen in het leven dan koelkast die defect is, hè. Ja. Maar de centrale verwarming vond ik ook heel vervelend voor week. Maar kijk, dat is nu ook opgelost. Ja. Dus, eigenlijk alles, want die kassa was ook niet gemakkelijk. Want wij moeten werken dan zonder kassa. Alles moeten opschrijven met pen en papier. Natuurlijk wel op de juiste manier. Want je hebt daar dan een paar andere zaken voor. Je hebt daar btw-bonnetjes voor. Ja. Maar zoveel papierwerk en echt schrijven weer. Hè? En weer hoofdrekenen ook. Hè? Kassa die telt eigenlijk gewoon alles uit. Je vertrouwt daar blindelings op. Hè? Dat is waar. Onlangs had ik iemand en ik had gewoon gezegd wat er op de kassa stond. Het was verkeerd. Want ik had 2 keer, mijn klop bleef haperen, ik had 2 keer op koffie gedrukt, het was maar 1 koffie. Ik ging er gewoon vanuit dat die kassa juist was. Ik had zelf niet eens bij stilgesteld dat die kon, want ja, 2 koffies is altijd een groter bedrag dan 1 koffie. En dan nog een stukje taart. Dus ik had gewoon gezegd, het is 12 euro. En die vrouw zei, dat kan niet. Ik zei, jawel, dat staat in mijn kassa. Ik zei, dat klopt, ze. Ja, maar nee, zeg ze, ik heb toch maar 1 koffie gehad. En dan keek ik op dat briefje en zei, oh my god, ja. Dus zo hard vertrouw ik op die kassa. Ik tel niet meer, ik laat gewoon alles technologie over. Technologie is allemaal goed en wel, maar als het je dan toch uiteindelijk in de steek laat, dat is het wel heel vervelend. Dat is het, hè. Maar ja. Daarom inderdaad, we hadden misschien beter meegedaan aan don't worry, be happy, dat we leerden aan meer go with the flow een beetje en niet zo op al die technologie en zo. Maar ja, dus dat is allemaal prima zo toch. Ja, los het wel weer al op. Ja, en als je dan over de Nederlandse kijkers bezig mee inzet, dan moet je ook zeggen wat Don't Worry, Be Happy is, hè. Ja, dat is een programma op de Vlaamse televisie over mensen die met weinig tevreden zijn. Ja. Zo zeg of ik weinig het. Hebben. Weinig hebben, maar toch heel gelukkig zijn. Soms Don't bewust worry, weinig hebben. Be happy. Ja, dus ja. Mensen, ja. Toch? Mooi ja. Gezegd. Voilà. Alright, genoeg gezeverd. Nu... tijd om te gaan slapen. Yes, morgen zijn we er weer met een nieuwe video. En ja, ik ben altijd door het dolle heen over... Hebben ze al geantwoord over op onze... Want ja, we hebben een uitnodiging gekregen. Hebben we erop geantwoord? Nee, nog niet. Hebben ze al terug geantwoord van... Hè? Het is nu goed nodig. Ja, helaas niet. Spannend. Yes. Het zal misschien voor morgen zijn. Wie weet. En anders voor overmorgen. Ja. Maar, ik kan ook niet wachten om te vertellen. Hè. Nee. Maar morgen is het zaterdag en dat is al... Dan zullen ze niet terug antwoorden. Nee. Ja, het zal dan een beetje langer duren. Tot morgen! Ciao!